Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door familiepretpark Julianatoren. Hij woont in een toren, daar is hij geboren. Hij speelt alle dagen en maakt plezier. En zij houdt van swingen, van dansen en zingen. En iedereen is altijd welkom hier. Jules de Muis, hij is je vriendje. Julia, altijd vrolijk en blij. Kom je mee, dan gaan we samen het avontuur achterna met Jules en Julia. Gaan we nog een keer? Ja, laten we nog een keer gaan, hè? Meneer Kaasgraaf, meneer Kaasgraaf, er is telefoon voor u. Telefoon? Voor mij? Ja, en het is heel dringend. Gaat u maar, hè? Ik moet toch weer aan het werk. Kom nou. Het is voor u, meneer Kaasgraaf. Wie is het? Geen idee. Julia. Dankjewel. Met meneer Kaasgraaf. Zo, ben je al een grote meneer? Kareltje, mijn jongen. Ik heb al zo lang niets meer van je gehoord. Oh, is alles wel in orde? Wie wil meneer Kaasgraaf nou zo dringend spreken? Ik heb geen idee. Een meneer. Ik dacht eerst dat het meneer Kaasgraaf zelf was. Maar dan een beetje ouder. Ah. Ik ben er morgen vroeg. Dan kan ik meteen eens een kijkje nemen op het park. Morgen vroeg komt eigenlijk niet zo heel goed. Zijn de suikerspinnen van mevrouw Suikerspin nog steeds zo prachtig roze en zoet? Ja, ze zijn nog steeds om op te eten. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen... Geweldig, jongen. Ik kijk er nog uit. Dan zie ik je morgen vroeg. Ja, maar... Hallo? Hallo? Kaasgraaf, gaat alles wel goed? Wat is er aan de hand? We krijgen bezoek. Oh. U weet wie het is? Ik denk het wel, ja. Ja, maar wie dan? Raad maar. Daar zou je hem hebben. Oh. Ah, meneer Kaasgraaf, daar bent u. En? En wat? Wie was het? Wie was wat? Aan de telefoon. Ja. Oh. Gewoon niemand bijzonders, hoor. Mijn vader, dat is alles. Uw vader? Ah, ik wist het! Meneer Kaasgraaf senior! En? En wat? Waarom belde hij? Hij komt bij ons op bezoek. Oh, meneer Kaasgraaf, wat enig! Uw vader is zo'n aardige man. En zo charmant. Ik ga een lekker suikerspin voor hem maken. Oh jee, maar dan moet ik vanmiddag nog wel even naar de kapper. Huh? Meneer Kaasgraaf, wat is er? Bent u niet blij om uw vader weer te zien? Het is al zo lang geleden, hè? Nee, dat is het niet. Het is gewoon... Ik word altijd zo zenuwachtig van die man. Hij heeft altijd commentaar. Ik kan nooit iets goed doen. Dat is helemaal niet waar. Hij is gek op u. En zo trots. Nou, de laatste keer dat hij hier was, had hij overal wat over te zeuren. Niet zo zuinig met de poedersuiker, Karel. Waarom staat de muziek van de carousel zo hard, Karel? Een goede directeur checkt zijn attractie zelf. Ach, hij bedoelt het allemaal niet verkeerd, meneer Kaasgraaf. Nee, hij wil u juist alleen maar helpen. Ja, en dat is ook precies het probleem. Want al zo lang als dat ik de directeur ben van dit park, moet ik opboksen tegen mijn vader. Meneer Kaasgraaf senior is de beste directeur die de Julianatoren ooit heeft gehad. Oh, wat was alles anders, hè, toen Kaasgraaf senior nog de baas was. Bla, bla, bla. Maar de mensen bedoelen het ook niet verkeerd. Echt, u bent een geweldige directeur. Ja, en straks vindt hij dat ik helemaal geen goede directeur ben. Hij heeft gezegd dat als ik ooit één fout zou maken als directeur van het park... dat hij het pretpark zou schenken aan de eerste en de beste die voor mij loopt.
Hey baas, waarom lachen we nou eigenlijk? Nou, die kaasschaaf zit straks flink in de penari. Oh, penari! Daar hou ik zo van. Die zijn zo schattig en fluisteren zo van... Kiep, 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 kiep. Geen kamari, penari, soepkip. Nou, sinds wanneer hou jij zo van vogels? Oh, hou nou eens voor één keer je snater. Nou zeg je het weer. Ach, nog maar even. En wij zijn van die twee muizen en die verschrikkelijke meneer Kaasgraaf en die suikerbol af. Suikerbol? Lekker. U moet zich niet zo'n zorgen maken. U bent een geweldige directeur. Ja. En als u er niet was geweest, dan was het park al lang overgenomen door die verschrikkelijke boeven. Ja, dankzij u zien we die twee voorlopig niet meer terug. Wij gaan er met z'n allen voor zorgen dat u een verpletterende indruk achterlaat. Echt waar? Ja. Willen jullie dat voor mij doen? Ja, maar natuurlijk. Alles voor de beste directeur die er is. Wij gaan ervoor zorgen dat het park helemaal netjes en extra schoon is. En ik maak speciaal voor uw vader een heerlijke suikerspin. De lekkerste die ik ooit gemaakt heb. En dan zorg ik dat alle attracties extra goed zijn gecheckt en dat ze netjes en op tijd draaien. Te gek! Jongens, waar wachten we nog op? Aan de slag! Ja, meneer de directeur! Oké, luister. Ja, luister. Dit is het plan. Wat is het plan? Ja, dat ga ik jou nu vertellen, hè. Dit is het plan. Wat is het plan? Dat ga ik jou toch nu vertellen, stomkop? Oh, ja. Dit is het plan. Nee, dit is mijn vriend. Ach, oh ja, kijk. Als die oude meneer Kaasgraaf naar het park komt... En hij ziet dat alles misgaat. Hè? Dan raakt die kaasschaaf zijn baantje kwijt. Maar hoe weten we nou wat er allemaal misgaat? Nou, daar gaan wij toch voor zorgen. Ja, als dat bezoek helemaal in het water valt, dan wordt papi boos. Zet hij zijn zoontje aan de kant. En dan worden wij de baas. Van de Juliana-toren. Ja. Oh, ik weet het zeker. Dit gaat lukken. Ja. Nog maar even. En de toren is van ons. Van ons. Van ons. Van ons. Hij is weer schoon. Dat ziet er weer te gek uit! Hoi, mevrouw Suikerspin! Oh, dag jongens! Lukt het allemaal een beetje? Oh, ja, zeker. Nog even en het huisje is weer blinkend schoon. Kijk! Oh, je kunt bijna van de toonbank eten. Oh, ik hoop dat meneer Kaasgraaf ook tevreden zal zijn. Ja. Zo, nou dat ziet er weer geweldig uit, zeg. Alles is weer helemaal blinkend schoon. Oh ja, bijna alles. Wat? Oh, huh? Een vlekje. Oh. Nou, alle attracties zijn gecheckt, alles is goed. Dus dat betekent dat er helemaal niets meer mis kan gaan. Dank je wel, lieve vrienden. Graag gedaan, meneer Kaasgraaf. Zeg, meneer Kaasgraaf, heeft u eigenlijk al bedacht waar uw vader gaat slapen? Oh, nee, eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Niet? Ik bel de camping wel even. Huh? De camping? Meneer Kaasgraaf? U heeft helemaal gelijk. Een hotel is wel zo netjes. Het gaat hier over uw vader. Familie. Kan hij niet bij u komen slapen? Gezellig, in de toren. Ja. Bij mij? Mm-hmm. Gezellig? In de toren? Ja, dan kunnen jullie gezellig bijpraten. Jullie hebben elkaar al zo lang niet gezien. In de toren is niet echt veel plaats. Meneer Kaasgraaf, er is hier toch elke dag plaats voor honderden kinderen? Nou, uw vader is een geweldige man. Zo allervriendelijkst en zo charmant. U zou trots op hem moeten zijn. Nou. Uw vader is alles wat een echte directeur hoort te zijn. net als u. Ja. Nou goed. De
bus kan in ieder moment zijn. Oké. Okay. Ja. Welkom! Kom verder! Zo! Gaat u lekker zitten, meneertje? Nou, zegt hij, die bus die ziet er keurig uit, hè? Naar jullie kleding? Goed zo! Go! Zo, meneertje, waar gaat de reis naartoe? Naar de Julianatoren natuurlijk. Daar stopt deze bus toch ook? Ja, natuurlijk hoor. Ja. Dat is over een paar haltetjes. Maar baas, dat is toch de hele andere kant? Hou je mond, man. Zeg, jullie komen me bekend voor. Kennen wij elkaar? Nou, wij zijn de Boem! De boemelbuschauffeurs. U zit namelijk in een boemelbus. Boemelbus? Dames en heren, jongens en meisjes, welkom in de boemelbus. We wensen u een hele fijne dag. Dag. Nou, ik verheug mij om mijn zoon weer te zien en mevrouw Suikerspin. Ja, fijn. Oh, ik vind het zo spannend. Ik heb uw vader al in geen jaren meer gezien. Ik ook niet. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren dat ik hier voor het eerst kwam werken. Ja. Nou, dat weet ik ook nog wel. Ik was jong en op zoek naar een vakantiebaantje. Toen al suikerzoet. Meneer Kaasgaaf, u bent een charmeur. Net als uw vader. Daarover gesproken, waar zou die nou toch blijven? Hij had hier al lang moeten zijn. Misschien heeft hij zijn aansluiting gemist. De bus heeft vast een beetje vertraging. Meer niet. En toch klopt er hier iets niet. Mijn vader komt nooit te laat. Sterker nog, hij heeft een hekel aan te laat komen. Een goede directeur is nooit te laat. Er zal toch niets gebeurd zijn? Ik hoop het niet. Zeg, wie zijn jullie? Ik ben Co. En ik ben Bus. Ja, samen zijn wij Co-Bus. Co-Bus. Vandaar. En u bent? Dat is toch de vader van die meneer Kaas? Wacht eens even, hoe weten jullie wie ik ben? Dat weet toch iedereen, hè? U bent toch een enorme bekendheid? Ja, een enorme beroemdheid. Zeg, is die halte nog ver? Een directeur komt nooit te laat. Rustig aan, meneertje. We zijn er echt bijna. Zeg, wacht eens even. Nu weet ik wie jullie zijn. Hij heeft ons door. Wij moeten die meneer Kaasgraaf kwijt zien te raken. O, baas, kijk, daar is de halte. Zo, we zijn er, meneertje. Ja, maar dit is het pretpark helemaal niet. Meneer Kaasgraaf heeft gelijk. Het is niets voor meneer Kaasgraaf senior om te laat te komen, hoor. Hij zal de weg toch nog wel weten? Nog steeds niet hier? We hebben niemand gezien. Nee. Zou ik me dan toch een dag vergist hebben? Kom, Jules, laten we gaan kijken. Misschien is hij er ondertussen al. Oké. Dat kan er ook nog wel bij, hè? En dan zul je zien dat hij straks tegen mij loopt te wopperen omdat hij te laat is. Meneer Kaasgraaf, doet het toch een beetje rustig.
Uw vader zal u wel gemist hebben, hè? Waarom zou hij anders zoveel moeite doen om bij u op bezoek te komen? Nou, mijn vader kende, dan komt hij alleen om te zien hoe het met zijn pretpark is. Maar u bent toch de directeur? Nou, in zijn ogen zal ik dat nooit zijn. Als het aan hem had gelegen, dan was hij nooit met pensioen gegaan. Hij vond me altijd veel te jong. Maar dat was al heel lang geleden. U bent nu oud en wijs genoeg. En u bent een fantastische directeur. Dat zal uw vader ook inzien, hoor, als hij straks hier is. Nou, misschien heeft u gelijk. Ach, ik ben al lang blij dat we geen last meer hebben van die vervelende boeven. Zo, baas. Wat nu? Hoezo, wat nu? Nou, wat gaan we nu doen? Hij had ons bijna herkend. Nou, dat weet ik ook wel, stomkop. Ja, als jij de volgende keer gewoon je mond houdt, dan hadden we die oude directeur niet bij het bos hoeven dumpen. Nou, gelukkig hebben we hem vlakbij afgezet. Oh, daar is hij! Oude directeur is toch terug in het pretpark. Ja, nou gelukkig hoeft hij niet zo ver te lopen. Ach, nu hoeven wij er alleen maar voor te zorgen, hè? Dat hij ziet dat zijn zoon een belabberde directeur is. Dan wordt papi boos en dan raakt die domme kaasgraaf zijn pretpark kwijt. Dan moeten we gaan zoeken. Zoeken? Ja, als hij het kwijt is, moeten we het gaan zoeken. Hé, hey, oliebol. Oh, lekker, baas. Hé, hey, als die kaasschaaf zijn pretpark kwijtraakt, dan kunnen wij het zo inpikken. En dan word ik... Huh? Wij, de baas van de toren. Kom mee. Kom mee. Tezamen. Meneer Kaasschaap! Wat leuk om u weer te zien! Dag kinderen, maar wat zijn jullie groot geworden? En mevrouw Suikerspin, hallo. Nog even jong en mooi als altijd, hè? Meneer Kaasschaap, u bent de charmeur. Ja. Hallo, pap. Hé, hey, Kareltje. Kom eens bij me, krijgt je oude vadertje geen knuffel? Kom op. Hallo, mijn jongen. Laat me je eens bekijken, hè? Zeg, wat ben je oud geworden? En zo mager, het lijkt wel of je hier niet te eten krijgt, hè? Dank je, pap. Neem me niet kwalijk dat ik een beetje laat ben, want jullie weten wat ik altijd zeg. Een goede directeur is nooit te laat! Juist, juist, juist. Zeg, Karel, wat die buschauffeurs betreft, dat is wel een beetje voor verbetering vatbaar, hoor. Maar we zijn in ieder geval blij... En vereerd dat u dit bent. Ja. Dank u wel, maar ja, het is nogal een lange reis geweest en ik ben toch een beetje moe geworden. Wij zullen uw spullen wel naar uw kamer brengen. Mooi, mooi. Ja. Zeg, mevrouw Suikerspin. Mag ik u wat vragen? Ik verlang zo naar zo'n heerlijke suikerspin van u. Ik ga gewoon een lekkere suikerspin voor u maken. Mooi. De lekkerste die u ooit gegeten mooi. Heeft. Ik kan niet wachten. En dan kunnen beide heren misschien een wandeling maken in het park. Wandelen? Ja, wandelen. Jullie zullen wel een hoop bij te praten hebben. Ja, kom Kareltje, laat jij je oude vader eens zijn eigen pretpark zien. Ga je mee? Komt-ie. Dag, veel plezier. En ik maak die suikerspin hoor. Is altijd goed. Proef eens van. Ha 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 ha!
Dit wordt een suikerspin om nooit te vergeten. Wat gaan we precies doen, baas? Nou, als die kaasschaaf met zijn vader het park in komt, dan heeft hij vast zin in zo'n overheerlijke suikerspin. Oh, die suikerspin! Ik lust er ook wel eentje, baas. Oh, nee! Oh, nee! Niet doen! Niet doen? Dat is zeep. Dat is om je te wassen. Dat moet je niet eten. Ja. Maar net zei je nog dat ik die kon eten. Ach, oliebol. Kijk, het is de bedoeling dat die vader van die kaasschaaf de meest vieze suikerspin krijgt die hij ooit heeft gehad. Waarom? Nou, als die papi van die kaasschaaf denkt dat die kaasschaaf zulke vieze suikerspinnen verkoopt, dan vindt hij hem een slechte directeur. En dan wordt hij boos. Olie! Nou, nu heb ik wel trek in zo'n overheerlijke suikerspin, hoor. Oh, komt voor elkaar, hoor. Dat wordt smullen. Zo, alstublieft. Wat heerlijk, wat een heerlijke suikerspin, hè. Mevrouw Suikerspin! Sorry. Nou, deze zal ik maar niet mee eten, hè? Ik maak wel even een nieuwe. Nee, laat u maar zitten, hoor. Ik mag toch niet meer zoveel snoepen van de dokter. Bovendien heb ik nog lang niet het hele park gezien. Kareltje, ga mee. Huh? Ja, ik kom eraan, papi. Och, ons plannetje is mislukt. Ja. We moeten iets anders bedenken. Ja. Kom mee. Ja. Jongen, ik ben toch een beetje bezorgd. Wordt het park wel goed geveegd? Elke dag, papa. En de bootjes, die worden goed onderhouden? Ze krijgen elk jaar een nieuw blikje verf. Mooi. Zeg, nou had ik nog een vraagje. Kennen de bezoekers jou eigenlijk wel? Dag, meneer Kaasgraaf. Veel plezier vandaag. Nou ja, zeg, je lijkt wel een ster. Maar ik moet toegeven, ik was bang dat het park er niet op vooruit zou gaan na mijn pensioen. Maar zo op het eerste oog moet ik zeggen, het ziet er allemaal zeer goed uit. Ik ben trots op je. Nou, dank u wel, vader. Ik ken hem. Ach, kijk nou. Papi is trots. Pardon. Maar wat heb jij nou? Ik zit lekker een suikerspin te eten. Ach, wat heb ik jou nou gezegd? Weg dat ding. Oh, waarom doe je dat ook, baas? Meekomen. Mevrouw Suikerspin, gaat alles wel goed met meneer Kaasgraaf? Oh, maar natuurlijk, Jules. Hij is alleen een beetje zenuwachtig dat zijn vader hier is. Maar zijn vader is toch een hele aardige man? Dat is ook zo, lieverd. Ja. Maar hij is wel heel lang de directeur van dit pretpark geweest. Mm-hmm. En een hele goede ook, hoor. En meneer Kaasgraaf wil laten zien dat hij ook een goede directeur is. En dat zijn vader trots op hem is. Maar hij is de beste directeur die er bestaat. Ja. Dat is zo, Jules. Dat weet ik, dat weet jij en dat weet Julia. Maar het zou zo fijn zijn als onze directeur dat zelf ook zou beseffen. Ja, genoeg gekletst. Zeg, gaan we die attracties nou nog checken of hoe zit dat? Dat lijkt me een prima plan. Mooi. Laten we beginnen bij de achtbaan. Oh, dat lijkt me een uitstekend idee. Kom maar, daar gaan we. Zo, baas! Wat heeft die achtbaan veel wielen, hè? Ja, nu wij die wielen met dit vet hebben ingesmeerd, weten we zeker dat die goed over de baan zal glijden. Mogen we eventjes voorbij passeren? Dank jullie wel. We moeten even de boel inspecteren. Zo. Dat is lang geleden, zeg. Kom erbij zitten, mijn jongen. Zo, zit je? Ja. Daar gaat hij. Zo, die beugels zijn er ook nu losser op geworden. Excuseer voor de veiligheid. Zo, daar gaan
Dit ritje zullen zij niet snel vergeten. Nee. Oh, kijk eens, dat is lang geleden, jongen. Heerlijk. Hé, hey, loop. Ja! Hé, het gaat veel te snel. Kijk, meneer Kaarschap. Er is helemaal niets in orde. Oh. Karel Kaarschaaf, hoe haal je het in je hoofd om een kinderachtbaan zo snel rond te laten gaan? Het is een schande. Ik weet ook niet hoe dit is gebeurd. Dit kan helemaal niet gebeuren. Weet je wat? Je gaat er maar eens goed over nadenken. Schiet op naar je kamer. Hè? Huh? Nou, ik ga wel naar mijn kamer. Oh. Voorzichtig. Het komt wel goed, meneer Kaarschaaf. Ja. Oh, meneer Kaasgraaf, gaat alles goed met u? Wat is er gebeurd? Het is een schande, een grote schande. Een goede pretparkdirecteur laat zich dit niet gebeuren. Ik ga naar mijn kamer. Goedendag. Oh, meneer Kaasgraaf. Oh. Baas, wat ging die snel, hè? Nu papi zo boos is op die directeur, kunnen wij eindelijk verder met ons plan. Ja, ons plan. Wat is ons plan? Oh. Jij? Ja, hoe zou je denken? En dan? Ja. En dan wordt ons lange wachten eindelijk beloond. Ja. En dan worden wij... En wij. De baas van de Juliana-toren. Ja! Meneer Kaasgraaf, huh? Wat is er gebeurd? Ik heb nog steeds geen idee. Er leek iets aan de hand te zijn met de achtbaan. Precies toen meneer Kaasgraaf hem met zijn vader wilde testen. Oh, nee toch? Ja. Het komt wel goed, meneer Kaasgraaf. Maar snappen jullie het dan niet? Ik heb mijn vader nog nooit zo boos gezien. Ik ben een slechte directeur. Er hoeft nog maar één dingetje fout te gaan. En ik weet zeker dat hij op zoek gaat naar een andere directeur. En dan raak ik mijn pretpark voorgoed kwijt. Goed, ik leg het nog één keer uit. Straks bellen wij dus aan bij die oude meneer Kaasgraaf. En dan zeggen wij dat wij van de pretparkinspectie zijn. Oh, dat is leuk. En ja. Mogen we dat ook in alle attracties? Nee, natuurlijk niet, oliebol. Nee, wij zeggen dat wij een hoop klachten hebben ontvangen over het pretpark. En dat het pretpark moet sluiten. Oh, maar dan mogen de kinderen hier niet meer spelen. Ach, pannenkoek. Wij zeggen dat het pretpark moet sluiten, tenzij er twee nieuwe directeuren komen. Oh, twee nieuwe directeuren? Maar wij wilden toch de baas? Ja, dat bedoel ik toch ook? Weet je wat, ik doe het zelf wel. En onthoud, stil zijn. Oké, baas. Sorry, baas. Stil! Ik zeg geen... Zwijg! Meer. Nou ja. Laat ik dan in ieder geval de achtbaan maar gaan nakijken. Uh-huh. Want veiligheid en plezier staat altijd voorop. Ja. Heel goed, meneer Kaasgraaf. U bent een echte directeur. Waarom ligt er onder de achtbaan een emmer frituur van... Huh? Kijk nou. Huh? De wielen van de achtbaan zijn ingesmeerd met vet. Daarom ging hij ineens zo snel. Oh, meneer Kaasgraaf, hoe kan dat nou? Wie is er nou zo gemeen om... De boeven? Wat? De boeven hebben dit gedaan. Maar dat betekent dat ze terug zijn op het park. Oh nee, hebben
Mijn vader die loopt hier nog ergens rond. Straks doen ze hem iets aan. We moeten hem redden. Ja, kom op. Kan ik iets voor u doen? Dag, meneertje. Wij zijn van de pretparkinspectie. We hebben een aantal klachten ontvangen over uw pretpark. Klachten? Kijk, over het busvervoer en de suikerspinnen. En een tiental klachten over uw achtbaan. Weet u wat? Loopt u maar even met ons mee. Nou, vooruit hem. Laten we dat maar doen dan, hè? Hier zijn ze ook niet. Nee. We moeten ze vinden voor het te laat is. Als jullie nou daar zoeken, dan kijk ik hier nog even rond. Oké. Kom op. Ja. Ja, maar heren, ik kan u verzekeren, er is absoluut niks mis met die achtbaan, hoor. Dat bepalen wij wel. Sinds uw zoon directeur is, is er veel veranderd. En aangezien hij heel veel fouten heeft gemaakt, lijkt het ons beter dat u dit park overdraagt aan echte professionals. Ja, heren, u heeft gelijk. Misschien is het inderdaad beter dat ik... Vader, pas op! Ga weg met die mannen! Hè? Het zijn de boeven! Wat? Oh. Laat hem los! Pas op, meneer Kaasgraaf. Dag, meneer Kaasgraaf. Jullie gaan hier spijt van krijgen. Ach, ons plan was geweldig. Wij hoefden uw papi alleen maar te laten zien dat u een belabberde directeur bent. En dan lag het pretpark voor het oprapen. Maar nu is de keuze aan u. Huh? Of u maakt ons de baas van het park. Of u ziet uw papi nooit meer. Doe het niet, Karel! Vader, ik heb geen andere keuze! Het is afgelopen! Eindelijk zijn wij de baas van de toren! Dat hadden jullie gedacht! Schaf uit, hè? De achtbaan loopt weer als een zonnetje en jullie mogen hem de hele dag en nacht testen! Mevrouw Suikerspin, u heeft ons en het pretpark gered. Dank u wel. Oh, graag gedaan, meneer Kaasgraaf. Ja, mijn zoon heeft gelijk, mevrouw Suikerspin. Wat zou de beste pretparkdirecteur moeten zonder u? Dank u wel, vader. Ja, ik word er helemaal verlegen van. Maar ik doe alles voor dit park. Het was echt een kleine moeite om op. Beste dames, beste heren, ik zal mijzelf introduceren. Karel Kaasgraaf, aangenaam, het is mij een eer dat u er bent. Beste jongens, beste meiden, het klinkt misschien niet zo bescheiden, maar mijn taak is heel belangrijk, daarvoor heb ik veel talent. Ik weet, het klinkt misschien wat dwaas, maar ik ben van de Julianatoren de baas. Meneer Kaasgraaf, meneer Kaasgraaf, ja, ik ben hier de baas. Hier de baas zijn is de allergaafste job. Want als ik speel, dan kan ik zeggen dat ik de attracties check. Ja, de baas zijn van het pretpark, dat is helemaal te gek. Het is misschien een zware baan, maar ik mag elke dag in de attracties gaan. Meneer Kaasgraaf, meneer Kaasgraaf, ja, ik ben hier de baas. Hier de baas zijn is de allergaafste job. Ik vergader in de achtbaan, carousel of druzenrad. Ja, dat is mijn baan, hoe vind je dat? En meneer Kaasgraaf, ja, ik ben hier de baas. Het is het allermooiste werk dat er bestaat. Want als ik speel, dan kan ik zeggen dat ik de attracties check. Ja, de baas zijn van het pretpark, dat is helemaal te gek. Dit is nog niet afgelopen. Wij krijgen ze wel.
niet nog een rondje? Baas, ik word een beetje misselijk. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Familie Pretpark Julianatoren.